Welkom. Vandaag gaan we het hebben over evolutie. Evolutie is een lastig hoofdstuk, maar voor biologen heel erg belangrijk. De meeste biologen zien evolutie als de kapstok waarop de rest van de biologie hangt. Je hebt eigenlijk bijna het hele hoofdstuk van Nectar, 5-HAVO-Nectar, samengevat in één filmpje. Evolutie. Evolutie begint met DNA. En waarom begint het bij DNA? Omdat evolutie altijd gaat over erfelijke eigenschappen. En die erfelijke eigenschappen liggen vastgelegd in het DNA. Dat DNA, hopelijk weet je dat, hè, dat het codeert voor een eiwit. En dat eiwit, dat staat dan weer voor een bepaalde eigenschap. Zo is bijvoorbeeld hè, dat je krullen hebt, dat is een erfelijke eigenschap. Dat staat dus in jouw DNA. En een bepaald eiwit zorgt dat jij die krullen krijgt. Snavelvorm, noem maar iets. Van vogels, ja, die zorg, dat is ook een erfelijke eigenschap. Of de kleur van een vacht van een koe is ook een erfelijke eigenschap. En daar, eigenlijk erfelijke eigenschappen, daar kan evolutie op ingrijpen. Meestal gaat dat goed. Soms ja, treedt er een mutatie op. En dat betekent dat op het DNA er een verandering plaatsvindt. Een verandering van die, wat leidt tot een verandering van die eigenschap. Meestal, gelukkig, heeft dat geen effect. Waarom heeft dat geen effect? Omdat een andere cel, dan waar die eigenschap tot expressie komt, ja, dat daar het DNA van die eigenschap is aangetast. Ik zal je een voorbeeld geven. Als ik in de zon zit, ja, dan is mijn huid wordt blootgesteld aan UV-schade. Dus mijn huidcellen, daarvan kan het DNA schade door die zonnestralen kan dat beschadigen. Maar als nou de erfelijke eigenschap krullen in mijn huidcel beschadigd wordt, dan is dat natuurlijk geen probleem. Omdat die huidcellen, die maken geen haren met krullen. Dat zijn mijn hoofdhuidcellen die dat doen. Dus beschadiging op het DNA in mijn huidcellen van die eigenschap krullen, maakt dus helemaal niets uit. Dus je moet de cellen hebben waar de eigenschap tot expressie komt. Als daar die schade in optreedt, dan zou dat tot uiterlijke veranderingen kunnen optreden. Maar die erfelijke eigenschappen, die moet je kunnen doorgeven. Dus het gaat eigenlijk alleen maar over mutaties, genetische cellen. Dus cellen die je doorgeeft aan je nageslacht, spermacellen en eicellen. Meestal geen effect dus. Heel vaak wordt het foutje in het DNA gewoon gerepareerd. Je cel die kan het herkennen, heel vaak. En die kan het repareren. En soms leidt die mutatie niet tot een verandering van eigenschap. Dan is de mutatie niet groot genoeg of niet specifiek genoeg. En dan blijft die eigenschap gewoon hetzelfde. Ook al geef je dat, die mutatie misschien wel door aan je nageslacht. Heel soms heeft het wel effect. En soms zelfs een positief effect. Dan zorgt het voor een hogere overlevingskans van het individu. Bijvoorbeeld als de snavelvorm van een vogel die net iets beter in een bloem of een bepaalde noot, in een bloem past of een bepaalde noot kan kraken, dan zorgt die voor een verhoogde overlevingskans. En als die mutatie is opgetreden in cellen die ook, die dus ook die spermacellen of die zaadcellen zijn, ja, dan volgen er meer nakomelingen die net als hun ouder beter aangepast zijn op dat milieu. Dan kunnen ze meer van die bloemen die nectar eten, opzuigen. Ze kunnen beter die noten kraken. Krijgen ze dus ook meer nakomelingen. En dus wordt die eigenschap ook weer doorgegeven aan hun nakomelingen. En dan verspreidt zich die eigenschap steeds meer in de populatie. Omdat ze een voordeel hebben. Een selectief voordeel. Dat noemen we natuurlijke selectie. Vragen in het examen moet je deze drie punten noemen. Als het gaat over hoe is een bepaalde eigenschap ontstaan. Ja, dan moet je dus deze drie punten noemen. Er kunnen soorten ontstaan, ook weer door deze mutaties. Ja, als we door reproductieve isolatie, als we bijvoorbeeld een grote groep organismen hebben die van elkaar gescheiden raken, dus dan hebben we twee subpopulaties, dat noemen we reproductieve isolatie. Isolatie als in gescheiden. Reproductief, dan gaat het over dat de ene helft niet meer kan paren met de andere helft. Dan kan dus van één soort, kunnen er twee soorten ontstaan. Dat duurt echt heel lang. Dat duurt niet lang als in heel veel jaar. Nee, echt heel veel jaar. Honderdduizenden jaren. Ja, dat duurt heel erg lang.
dat verhoogt wel de biodiversiteit. Dus door meer soorten krijg je een hogere biodiversiteit. Dat zou best goed kunnen zijn, ja, want in deze tijd gaat de biodiversiteit alleen maar omlaag, omdat er steeds meer soorten uitsterven. Dat betekent ook wel dat als vroeger twee soorten één soort was, dat er een gemeenschappelijke voorouder was. En dan leer ik je een trucje om stambomen goed te leren aflezen. Ik heb hier een stamboom en dat is een stamboom. Die is werkelijk, die is waar, alleen hebben we heel veel weggelaten. Ik heb drie organismen, ik heb de mens, ik heb een hagedis en ik heb een vis. En die zijn aan elkaar verwant. Op zich is dat misschien een raar idee, maar uiterlijk lijken we ook wel op elkaar. En dan bedoel ik dat misschien niet zo op eerste gezicht, maar we hebben allemaal een ruggengraat. En die ruggengraat, die ziet er ook allemaal hetzelfde uit. We hebben ribben. En ook die ribben zien er hetzelfde uit. He? Dus we hebben bepaalde dingen gemeen. Die mens en die hagedis en die vis, die zitten dus op dezelfde stamboom. En als je nou de vraag zou kunnen stellen, welke van deze twee organismen zijn het meest aan elkaar verwant? Dan moet je gaan kijken wanneer was hun laatste gemeenschappelijke voorouder. En dat is precies de splitsing. Hier is de laatste gemeenschappelijke voorouder van de mens in de hagedis. En hier is de laatste gemeenschappelijke voorouder van de vis met de hagedis, maar ook van de vis met de mens. Zie je, dat is een knikkerbaan. Ik leg hier twee knikkers in. Waar kunnen die twee knikkers elkaar raken? Dat is dus hier en daar. En dat geldt hier voor zowel de vis als de hagedis, als de vis en de mens. Maar met wie is de mens nou het meest nauw verwant? Is dat de hagedis of de vis? Nou, de mens is het nauwst verwant met die hagedis. Want je kan deze as, die ik ernaast heb getekend, zien als een soort tijdsas. Dus hoe verder ik naar beneden ga, dus te langer geleden was het. Nou, de laatste gemeenschappelijke voorouder van de hagedis en de mens was hier. En ik moet veel verder terug in de tijd om tussen de vis en de mens een gemeenschappelijke voorouder te vinden. En dus, hoe dichter bij nu, ja, des te dichter zijn die twee met elkaar verwant. Het is ook niet zo raar, je bent nauwer verwant met je broertje of zusje dan met je neefje of nichtje, omdat de laatste gemeenschappelijke voorouder je ouders is en ligt dus dichter bij nu dan je grootouders die je gemeen hebt met je neefje of je nichtje. Niet alleen is de mens nauwer verwant met de hagedis dan met de vis, maar het leuke is dat die hagedis is ook nauwer verwant met de mens dan met de vis. Ja, dit is die gemeenschappelijke voorouder van de hagedis en de mens, zoveel geleden. Terwijl met de hagedis en vis, dat is toch ook deze blauwe punt. En dat is zoveel geleden. Dat is dus langer. Dus ook de hagedis ziet ons als een neefje of een nichtje in plaats van die vis. Hele dichte beschrijving van veel evolutie. Gelukkig kan je mij op stop zetten. Je kan me terugspoelen. Dus bekijk het nog een keer. Dit zijn werkelijk de belangrijkste zaken van dit hoofdstuk. In nectar over evolutie. Ik wens je veel succes.